ga nu isolatie halen. Dit is onze garage. Daar ligt nog geen vloer zoals je ziet. Juist, ik ging mijn best doen om de rest van onze verbouwing een beetje te documenteren. Hè. Dit is onze garage, maar daar ligt nog geen vloer zoals je ziet. Dit is echt ja, zaagsel van het zagen voor de plafonds. Maar dit is echt de betonplaat. Dus dat is eigenlijk waar dat aan de hoeken ligt er fundering in de grond. En daar ligt die betonplaat op. Dat is, wat is dat, 20 centimeter of zo. Dus dat is eigenlijk uw dragende structuur. En daar zijn dan die muren hier. Die muren zijn daarop gemetst. Maar natuurlijk, dat is wel lastig. Kijk, als je... We moeten nog een vloer hebben, want als je nu binnenrijdt, zit er vast in met je auto. Dus wij misschien met een 4x4. Zou ik er... Allee, een verhoogd model. Zou ik er nog terug uit geraken, maar ik zou mijn dorp als kapot rijden. Dus ik krijg sowieso niet binnen en buiten. En voor de motto's heb ik zo'n oprijplank. Ik ga nu isolatie halen. Dus hetgeen dat hier, en dat is voor de fietsen. Hetgeen dat hier eigenlijk moet komen, is... we hebben niemand gevonden, die gaan shop leveren. Allee, shoppen eigenlijk. Hè. We moeten gewoon 8 centimeter puur. Dat wordt dan in huis is dat gespoten. Maar hier, omdat dat maar een kleinere oppervlakte is, van 6 op 7, 50 vierkante meter ongeveer, kunnen we dat met isolatieplaat doen. Weet je wat er daar ook zit, hè? Daarachter. Dus gewoon isolatieplaten die we plat leggen, tand en groef laten ze blijven liggen. En daar storten ze dan schap op. En dan komt er een paar, wat is dat, minder dan een centimeter, ik weet niet hoeveel, een bepaalde laag van boven die dan de slijtlaag is, wat eigenlijk de vloer is. Je kunt dat ook tegelen enzovoort. Maar wij hebben voor een eenvoudiger oplossing gekozen. Dus nu ga ik de kam net leegmaken dat ik om die vloerplaten, die isolatieplaten kan rijden. Nu ben ik die stoel aan het uithalen uit de kam net. Ik heb geen idee hoeveel, dat, hoeveel platen dat is, maar ik heb geen goesting om met de remorque te gaan. Dus ik ga die stoel eruit halen en dan dat hier gewoon op bed kan ik ook platen leggen. Hè. En dit gewoon volleggen. Ik heb uiteraard mijn mondmasker mee. Ze hebben trouwens, ik denk vanaf deze week of vanaf volgende week, hebben ze eindelijk in België het dragen van een mondmasker in de winkels verplicht. Voor mij, oh ja, van mij af ik mocht, ze al veel eerder, ze hadden dat direct moeten doen. Hè. Ik heb er verschillende, hè, maar ik ga er die gebruiken. Dus voilà. Ja, dat is mijn selfie-camera, dus ik kan perfect zien wat ik aan het filmen ben nu. Daar ligt mijn gps, mijn telefoon, als ik de gps opzet. Dus ik werk met platen puur voor het gemak, in plaats van puur te laten komen, omdat dat redelijk wat kost, zeker voor zo'n kleine oppervlakte. De rest in huis hebben we wel puur laten komen. Je moet eigenlijk zoveel mogelijk alle gaten opvullen. Dus ik heb dat hier allemaal gevuld. Daar kan er nog een beetje bij, denk ik. Dik in orde, hè.